Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Survival Games met Melvin, dat ben ik. We zijn weer terug in een nieuw potje en we gaan gelijk beginnen naar het midden rennen. En dan gaan we op deze map gaan wij Survival Games spelen. Ik moet echt even proberen een goede chest te krijgen waarin ik gewoon even wat spullen uit kan halen. Zodat ik gewoon even een goed begin en heb ik zie dat ik geen één chest meer kan gaan krijgen, nee. Ik heb Golden Boots gekregen, holy shit, hoe heb ik dat nou weer geflikt dan? Ik heb Golden Boots, oké, mooi, zo gaan we nu gelijk wegrennen. En dan gaan we maar kijken of we andere chesties kunnen vinden. Want chesties zijn echt sowieso de belangrijkste dingen die je in de Hunger Games moet vinden. En ik word gelijk al gehit door iemand. Wow, volgende potje. Oké mensen, we zijn bij het tweede potje aangekomen. Dit is echt een hele epische map. En hij ziet er super moeilijk uit. Er is een heleboel lava, dus ik heb geen flauw idee hoe lang ik het hier ga overleven. Maar we gaan gelijk naar het midden rennen. In de hoop dat we iets kunnen krijgen. Oké, we hebben iets. En voor de rest zit er niks meer in. Oké, moeten we maar gelijk wegrennen als een goal. We doen onze gouden helm op. Want ja, met de gouden helm zijn we gewoon super goed. Dat denk ik niet. Maar hé, we hebben wel een stuk armor en dat is al heel wat. We moeten nu gaan proberen om gewoon hier, ja, de langste gaan rennen. Want er is één en al lava hier. En ja, als je in het lava valt, dan ben je gewoon De lul, weet je. Dat moeten we niet hebben. Dus we moeten echt gaan parcouren. Veilig gaan rondlopen. Ik zag hier een chest voor mij. Ja, kijk, een chest. Oké. Nu moet ik niet in mijn rug worden geneukt. Oké, mooi zo. Kijk even aan. We hebben armor aan. En dan moeten we gaan proberen om hier veilig langs te lopen. En dan komt iemand aan met een zwaard. Rennen, Melvin. Rennen. Oh nee, er loopt nog iemand met boots. Oh fucking tieten. Oh kut. We gaan bij hem bij langs. Oké. Mooi zo. Oké, zit er iemand achter mij aan? Er zit niemand achter mij aan. Dat is een lichtpuntje. Ha, leuk hè. Maar vol met lava, lichtpuntje, begrijp je hem? Leuk hè? Ja, dat dacht ik. Oké, ik weet niet wat dit mag voorstellen, maar het ziet eruit als een berg waar we op kunnen klimmen en wat we daar gaan vinden, dat weet ik niet. Of is het parcours? Oh my fucking god, het is parcours jongens. Holy tieten, we gaan gewoon één parcours, oké? Ik ga proberen zo snel mogelijk bovenaan te komen. Ja, we zijn erop, oké, Melvin, je gaat het nu motherfucking halen, nu moeten we daarheen. Oh, ja, nee, ik was zo hoog, oh mijn god, en we moeten dan nog zo ver, ik heb er geen zin meer in. Ik geef het op, dat bewijst me weer hoeveel doorzettingsvermogen deze kleine jonge man heeft op zijn zolderkamertje. Nou, totaal niet als het gaat om Hunger Games of Survival Games, ligt eraan hoe je het wil noemen. Ik zie wel een chassis staan, hopelijk zit er nog wat in dit chassis. Oh, er zit nog zeker wat, oh god nee, oh fucking tieten. Tot in het volgende potje. Oké, mensen, we zijn terug bij nog een nieuw potje. En dit is een map die we nog niet eerder hebben gespeeld. En we gaan gewoon kijken gelijk naar het midden rennen in de hoop dat we iets eruit kunnen krijgen uit een chest. Want ik wil gewoon een keer een hele goede chest vinden. Pak een chest. Holy tieten. We hebben een modderload aan armor. En we hebben dus een golden boots. We hebben een golden helmet. En we hebben... Nee, ga me niet hitten. Waarom moet je mij nou weer slaan? Doe nou alsjeblieft niet. Dat vind ik niet lief. Oké, we gaan nu gelijk verder rennen. We hebben tenminste iets uit een chest uit het midden. En dat is toch al heel erg mooi. En dit loopt dood. Dat is mooi kut. Oh mijn god, een trappetje omhoog. We gaan gewoon een trappetje omhoog. En dan gaan we gewoon hopen dat we boven een chassis kunnen vinden. Oh mijn god, dan moet hij wel allemaal leaves wegslaan. Zo, het is hier behoorlijk volgroeid, hè. Even serieus, man. Weet je hoe fucking veel bladeren hier zitten en alles? En gaat hier boven een chest? Waarom is hier nou geen chest dan? Of zit hier een chest? Nee, hier zit ook geen chest. Trouwens, wel een heel mooi uitzicht zo. Hoe de fuck kan hij dat overleven? What the heck? Wat? Ik dacht, oh mijn god, ik ga hem eraf drukken. En toen opeens sprong hij eraf. En dat was zo erg anti-climax. En toen dacht ik van, hey, waarom overleeft hij dat? En toen dacht ik van, hacker. En ik weet het niet. Ik heb er alsnog steeds geen chest gevonden. Ik ben al... Huh? Die kerel die springt net van het dak af en nu loopt hij alweer op het dak. Mind blown, what the fuck man. Oh, dat vind ik zo jammer hè. Ik denk dan gelijk dat het een hacker is, maar... Oh fucking tieten. Ah, wegrennen Melvin. Barabam, 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 bam, bam, bam. Oh kut, wat een lag opeens. Holy, ja, is ook niet leuk. Ik wil nog steeds een chest vinden, maar ik... Een chest... Oh god, samen, ik vind een chest en is hij geleegd. Ik wil gewoon een chest. En gaan we dat... Auw, dat was een kutsprong, Melvin. Nou, dan lopen we dan met bijna geen hartje meer. Wacht, ik zal sowieso dat stuk kip maar even opeten. Hebben we dat tenminste wel. En dan moeten we nog steeds op zoek naar een chassis gaan. Want ik vind helemaal geen chassis. En dat is fucking beroerd. Want ik wil een chassis met een zwaardje. En dan kunnen we gaan ownen. Ja.
Een Jesse met een... Oh mijn god, het is beter iets dan niets, jongens. We hebben een wooden sword. Want ja, maar het spel gunt mij gewoon niet beter. Nee. Nou ja, dan moeten we maar gaan kijken of we met een wooden sword iets kunnen. Het is in ieder geval beter iets dan niets. We kunnen nu tenminste hoeveel hartjes damage doen? 4 motherfucking hartjes damage op iemand die geen armor heeft. En ik ga ervan uit dat nu wel toch iedereen armor heeft. Dus ja, dit is een zwaar, maar dan ook zwaar stront, scheid, kutwapen. En in de hoop gaan we nu kijken of in dit Jesse een zwaardje zit waar we wat aan hebben. Helaas niet. We hebben wel een fishing rod erbij. Dat is altijd wel grappig. Dan kunnen we op mensen vissen. Kijken of dat gaat lukken. Ik weet het niet. Maar ik denk dat het wel grappig gaat worden als het iets wordt. Voor de rest, hier hebben we een heel groot veld met allemaal wiet. Wat nog aan het groeien moet. Wat leuk voor de wiet. Ja, heel erg leuk voor de wiet. Oké, Melf gaat verder op zoek naar een chassis. Oké, een huisje. De deuren zijn er nog van dicht. Ik ga nu hopen dat we een chassis kunnen vinden ergens. Misschien hierachter. Ik ga gewoon even kijken of ik iets kan vinden. Helaas niet. Misschien zit er boven wat. Oh mijn god, een chassis. Een chassis. Godsamme man. Waarom krijg ik nou geen leuk zwaard? Ik wil een leuk zwaardje hebben, want dan kan ik mensen ponen. Nou, ik loop weer op de dak hoor. Ik ben nu bij het midden in de buurt en ik heb geen flauw idee waar ik heen moet. Ik zal trouwens even mijn leather tunic aandoen, want ik zie dat ik opeens wel een leather tunic heb, maar dat ik hem nog niet aan had. Dus hebben we nu even wel full armor. Dat is wel een pluspuntje, maar voor de rest, ik kan helemaal niks vinden man. Ik zie niemand, ik vind geen chest. Ik heb op een of andere manier vies veel lag op deze level. Het is gewoon fucking beroerd. Is deze gevonden? Nee, en we hebben alleen een heleboel voor. En een iron ding, ingot. Oh, damn. Misschien vind ik trouwens hier nog wat in. Even kijken. Hopelijk vinden we hier wat in. Wel vuur in het midden. Dat is altijd wel leuk. En we kunnen de vuur uitdrukken. Dat is ook wel grappig. En voor de rest, voor mij helemaal nergens een chest in dit fucking kuthuis. Godsamme. Oké, ik kreeg net shears uit dit ding. Ik heb geen flauw idee wat ik ermee moet. Maar volgens mij kan ik daarmee schapen dan een woel van afhalen. Dan kan ik gewoon een torentje bouwen. Maar dat, ik weet niet of dat zo is. Ik heb helemaal geen verstand van Hunger Games. Dus we zien wat we met de shares kunnen doen. In ieder geval, ik heb shares. Fuck bitches, get money. Swag, swag, swag. Waarom ik dat zei, weet ik niet. Het heeft er ook helemaal niks mee te maken. Maar ja, ik zei het alsnog. Dus fuck jou en iedereen. En ik neuk je de moeder, want ik heb een stenen zwaard. En fucking 2 motherfucking iron ingots. Holy tieten. Nu moeten we dus alleen zorgen dat we een stickie krijgen. En als we dat stickie hebben, dan kunnen we een iron zwaard maken. En dan zijn we nog vies uit de bommen. Dan gaan we iedereen ponen. Maar ik denk dat mensen al een diamond zwaard hebben. Dus eigenlijk kan ik dan niet meer ponen. Maar oké, het gaat om een idee, weet je. We moeten gewoon een beetje gemotiveerd blijven als we dit spelen. En anders dan niet. Dat komt op neer, hè. Ja, dat is niet moeilijk. Nee, helemaal niet moeilijk. Oké, er zijn nog maar 3 mensen over, waarbij ik ook hoor. Op dit moment zijn er nog 60 seconden until deathmatch. Nou, ik moet dan maar gaan kijken hoe moeilijk die mensen zijn. Ik denk dat ze fucking moeilijk zijn, want ja, we zijn al behoorlijk lang bezig. En dan, ja, met mijn kennis van de Hunger Games ga ik denk ik zeker weten niet winnen. En dan kan ik nu alvast zeggen, gefeliciteerd. Ik weet niet hoe die andere personen heten, maar in ieder geval gefeliciteerd. Het zal wel grappig zijn als we trouwens deze video's zien. Maar dat is dan, dat zou heel toevallig zijn. Hè? Maar ook heel toevallig. En het moet ook nog nacht worden, meen je deze. Weet je hoe fucking donker het nu is? Oh mijn nemeltje, nee toch. Daar heb ik mijn gezin in, dat het zo donker is. Oké, kijken of we nog even heel snel dit huisje kunnen looten. In hoop dat we hier een chassis kunnen vinden. Oh mijn god, er staan serieus nog 2 chassis. Een flint hebben we hier. Nog 10 seconden, oké, wat hebben we hier? Ik pak gewoon alles. Oké, hier zit ook niks in. Zit hier wat in? Een gold ingot en eigenlijk helemaal niks bijzonders. We gaan maar gewoon vechten. YOLO! Team Deathmatch! Waar zijn ze? Oké, daar staat eentje in full iron. En daar staat eentje met een boog. Oké, heb ik een boog? Nee, ik heb geen boog. Ik ga gewoon gelijk aanvallen. Oké, ze gaan op mij. Ze gaan op mij. Nee, rennen Melvin. Rennen. Word ik nou aangevallen door beide? Ik word... Ah, rennen, rennen. Ha, 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 ha. Ga vuur plaatsen dan. Vuur plaatsen dan. Oh, kut. Wauw. In ieder geval, we zijn 2e geworden volgens mij. Dat weet ik niet zeker, maar... oh nee, niet. Jammer. We zijn 3e geworden. Wauw, ik dacht even dat we 2e waren geworden. Maar mensen, we zijn 3e geworden. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze aflevering. Hij was volgens mij niet super lang. Ik weet niet... Holy shit, dik vuurwerk terwijl ik mijn outro doe. Wow, wat leuk. Nee mensen, doe een duimpje omhoog als je genoten hebt van deze aflevering. Laat misschien een leuke reactie achter hier beneden in de comic section. En ben jij nog niet geabonneerd op mij? Druk dan even snel op het knopje abonneren dat hier beneden staat. Dan ben je altijd op de hoogte van mijn video's. En voor dan heb ik nog maar één keer te zeggen. En het is... Doei mensen!